Maatschappij Lid 2, thema multiculturele samenleving. Hoofdstuk 4, integreren is soms lastig. Soms wel goed, soms niet. Turkse jongeren spreken op school vaak Nederlands met hun klasgenoten en hun docenten. Echter, het gebeurt ook vaak dat als ze thuis zijn er weer Turks wordt gesproken. Hierdoor kan een taalachterstand ontstaan. En een taalachterstand kan dan weer als gevolg hebben dat ze hun school niet afmaken. En daardoor hun school verlaten zonder diploma. Een opvallend verschil daarbij is dat allochtone meisjes doorgaans gemotiveerder zijn om te slagen op school dan allochtone jongens. Zij doen het dan ook vaak beter. En je wilt het goed doen op school om een goed diploma te halen. En met een goed diploma, dat zorgt er dan weer voor dat je makkelijker werk kunt vinden. Waardoor je op je werk automatisch met Nederlandse collega's te maken krijgt, Nederlandse waarden en normen en dus ook beter integreert. Maar soms echter heb je wel een goed diploma, maar kun je toch geen werk vinden. Dan kan er soms sprake zijn van discriminatie. Dat is dat mensen in dezelfde situatie ongelijk worden behandeld. Dit geldt overigens niet alleen voor allochtonen, maar ook voor gehandicapten, homo's en soms ook voor vrouwen. Een ander probleem dat integratie kan verhinderen, zijn probleemwijken. Dat betekent dat er in een stad een bepaalde wijk is, waar in verhouding veel allochtonen wonen, er sprake is van hoge werkloosheid en veel criminaliteit voorkomt. We noemen zo'n wijk dan een probleemwijk. Maar hoe moeten we de situatie dan verbeteren? Daarvoor zullen alle groepen zelf mee moeten helpen. Dat betekent dat allochtonen zelf meer aandacht aan de taal zullen moeten besteden, zorgen dat ze beter Nederlands leren, op school blijven om een diploma te halen en daardoor beter werk vinden. Autochtonen kunnen ook meer belangstelling tonen voor andere culturen, waardoor de integratie makkelijker verloopt. En de overheid tenslotte kan zorgen voor banen, extra geld voor taallessen, spijbelen onder jongeren aanpakken en probleemwijken proberen te verbeteren.